aanbid. Sri Lakshmi Mata, die ons allen voorziet van welzijn en geluk. Vernietig alle vijanden. Ik buig tot deze brandende dia die uw aanwezigheid representeert. Diwali. Diwali staat in het teken van welzijn en welvaart. Daarom vraag ik u, daarom vraag ik de totale natie om gebruik te maken van de gelegenheid van dit feest om te bidden voor ons land, zodat wij de betere dagen van ons land kunnen komen. Ik vraag uit respect om te bidden voor onze hardwerkende president, zodat hij alle zegen van de Almachtige kan krijgen, zodat hij Suriname weer welvarend kan maken en ook welzijn voor elke Surinamers. President, bedankt voor uw inzet en uw harde werk. Duisternis, broeders en zusters, staat voor onwetendheid, dubbelzinnigheid, leugen, angst en immoreel gedrag. Het aansteken van de lam, de dia, symboliseert het verdrijven van onwetendheid, tweeslachtigheid en angst. Wij mensen kunnen de waarheid zien in het licht. Dit is een van de basisboodschappen van het Hindoeïsme die in Diwali naar voren treedt. Persoonlijk, als mens, maar ook als president, laat ik mij graag inspireren door de betekenis van het licht. Licht geeft de mens energie en zorgt ervoor dat we de wereld om ons heen goed kunnen waarnemen. Kenmerkend voor licht is ook dat het zonder enig onderscheid te maken op ons allen schijnt. Het karakter van hun identiteit, de kracht van hun diversiteit. Dank u. Het licht laat inderdaad ook zien dat we allemaal gelijk zijn. Ras, kleur, cultuur en geloof doen er niet toe. Wij zijn allemaal gelijk. Met de Diwali-viering van vanavond, oktober 2022, markeren wij het 16e jaar van de Nationale Diwali-manifestatie in Suriname. Maar staan we even bij stil dat Diwali voor de 149ste keer in Suriname wordt gevierd, sinds de komst van onze voorouders. Ja, voor de 149ste keer. Voordat ik iedereen Shubh Diwali toewens, wil ik u eraan herinneren dat we volgend jaar 150 jaar Hindoestaanse immigratie zullen herdenken, oftewel vieren. We zullen de herdenking samen tot iets onvergetelijks maken.